Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Op Twitter en op Instagram heb ik jullie gevraagd welke video's jullie graag willen zien op mijn kanaal. En jullie gaven aan dat jullie eens een unboxing van mijn ontvangen perspakketjes zouden zien. Dus hierbij heb ik dat dan ook gefilmd. En ik heb de laatste weken heel toffe dingen ontvangen en die wil ik aan jullie laten zien. Maar voor we beginnen met de video zou ik het leuk vinden als je alvast even abonneert op mijn kanaal en deze video een like geeft. En dan gaan we nu beginnen. Het eerste wat ik aan jullie wil laten zien is deze doos van de Body Shop. En hierin zitten allemaal liquid lipsticks en matte lipsticks. En dit is het hele assortiment van liquids en matte lipsticks van de Body Shop. En echt super leuk dat ik dit heb gekregen. Zoals je ziet zitten er heel veel kleuren in. Er zitten zowel nude kleurtjes in, maar ook opvallende kleurtjes zoals rood en ook donkere lipsticks. Dus ik ben echt heel benieuwd om dit te gaan testen en mijn mening te delen met jullie. Afgelopen maand had ik ook een samenwerking met Veritas en mijn blogpost hierover is online gekomen. Maar ik heb van hun 3 handtassen ontvangen. En er ligt nog eentje op mijn schoot. Zo. Ik vind ze er super mooi uitzien en mijn favoriet is toch wel deze. Ik vind die echt heel erg mooi. En het is klein, maar het past toch wel veel in. En het is gewoon handig als je bijvoorbeeld gaat shoppen. En het is roze met koude en donkerrode details. Ik zal mijn blogpost over deze handtassen ook hieronder linken, dus ga dat zeker eens bekijken. Dan heb ik ook nog deze rode tas. En het is zo'n stroptas en ik vind het ook heel tof. Als laatste heb ik nog deze clutch. En hieraan zit ook nog zo'n gouden, ja, ik weet niet juist hoe je het noemt. Deze tas is echt perfect om mee te nemen naar een feestje. Dan heb ik een heel erg grote doos van Knijp ontvangen. En normaal weet ik wel ongeveer welke pakketjes er gaan toekomen, maar dit kwam echt als een verrassing. In deze doos zitten allerlei producten voor de voetverzorging in. En dit is een vernieuwde collectie van Knijp. En ik ga jullie de producten laten zien. Allereerst zitten er voetbadkristallen in. Een voetbadbruistablet. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. En dat wil ik ook heel graag testen. Dan zit er een eeltcrème. En nog een crème voor je voeten, voor gladde voeten. Nog een voetcrème. Ik had nieuwe visitekaartjes nodig. En via Fotofabriek heb ik mijn visitekaartjes gemaakt en besteld. En ik vind ze er super leuk uitzien. Zo zien mijn visitekaartjes eruit en ik heb gewerkt met marmer, omdat ik dat heel mooi vind. En dat komt ook vaak terug op mijn blog en op mijn YouTube kanaal. Martini heeft in Antwerpen Café Torino geopend en tot 23 april kan je daar langs gaan om kennis te maken met Martini. Ik heb een zakje gekregen van Martini en daarin zitten deze stokjes om te aperitieven. Ook zit er nog olijven in, maar dit eet ik niet zo graag, dus dit gaat iemand anders wel opeten. En als laatste nog een drankje van Martini. Ik vind de fles echt heel erg leuk, dus ik ben benieuwd hoe dit gaat smaken. Dan van Nivea heb ik ook een heel grote doos ontvangen. En ik ga beginnen met deze 2 losse producten, want hiervan heb ik de doos al weggegooid. En ik ga beginnen hiermee. Dit is een zelfbruiner en ik heb nog nooit een zelfbruiner getest, dus ik wil dat wel eens doen en op video misschien zetten, dan kunnen jullie zien hoe het de eerste keer zelfbruiner mislukt of juist goed gaat. Dan zit er nog een nieuwe body lotion in en dit is voor onder de douche en ik vind de geur echt super lekker. En het is een 2-in-1, het hydrateert, maar het is ook een milde peeling. En dan ga ik deze grote doos aan jullie laten zien. Zo. En dit is wat er in de doos zit. Deze 3 producten zijn olies, maar dan in een melktextuur. Echt heel tof dat ze dit hebben uitgebracht. Er zijn 3 geuren verkrijgbaar. Cacao, cherry blossom en roos. En dit is mijn favoriete geur, de roosgeur. Dan zit er ook nog dit in. En dit is ook nieuw. En dit is in de geur van kersenbloesem. En het is een verzorgende douchecrème. Dan heb ik nog een pakketje van Le Couleur des Noirs. En dat is een Belgisch merk en dat is in 2012 in Gent opgericht. Ze hebben mij enkele make-up producten opgestuurd. Dat vind ik echt het leukste om te ontvangen, make-up producten. En allereerst een CC cream. Echt ideaal omdat het nu beter weer wordt en dan
vind ik het fijn om een iets minder dekkende foundation te gebruiken. En zo ziet het eruit. Ik ga er nog niet te veel over vertellen, want ik wil er nog een hele blogpost over schrijven. Maar ik wil de producten wel aan jullie laten zien. Dit is een bronzing powder. Heel erg mooi vind ik. En dan zit er nog een kwast bij. Oh, die is echt super zacht. Van de webshop Cool Gift mocht ik iets uitkiezen op de webshop. En ik heb allereerst deze Voslamp besteld, omdat ik dat echt heel erg tof vind. En ook een leuk cadeautje voor mijn zus. Want zoals jullie misschien weten, hebben wij een Shiba Inu. En dat is een hond die lijkt op een vos. Dus zo'n voslamp is wel tof. En dan bestelde ik ook nog dit. En ik zal de doos eventjes openmaken. Dit ziet er zo uit. Maar er zitten geen batterijen in. Maar er is ook een lampje. En je kan hierop met een stiftje een boodschap schrijven. En dit vind ik ook heel tof om ergens neer te plaatsen en gewoon een leuke boodschap op te schrijven. Van ProNails ontving ik 2 nagellakjes. En deze nagellak heb ik de afgelopen tijd echt heel erg vaak gedragen. Het is een heel mooi kleurtje. En dit heet trouwens Frequent Buyer. En dan heb ik ook nog een roze kleurtje, ook heel erg mooi. En dit is Elevator Peach. Echt super toffe naam ook. Ook heb ik nog dit ontvangen. En dit is een Gel Touch mini kit, een starter kit. Het is een gel topcoat die elke nagellak in een gel omtovert. Vind ik echt een heel tof concept. En hierover wil ik misschien nog een video maken, omdat het misschien makkelijker is om dan te tonen aan jullie. En van Hansaplast heb ik nog deze dingetjes ontvangen. En het zijn eigenlijk allemaal doosjes met blarenpleisters erin. Dus ook heel handig om mee te nemen als je gaat wandelen of stappen of zo. Dan is zo'n doosje wel tof. En dit is het eerste doosje. Maar je hebt ook nog dit doosje. En dan nog doosjes met gewoon een tekening op. Als laatste heb ik nog schoenen mogen bestellen op de webshop van Soko. En ik heb gekozen voor Nike schoenen. En zo zien ze eruit. En dit model heb ik ook al, maar dan in het lichtblauw / grijs. En die zitten super goed. En die schoenen draag ik gewoon elke dag. En daarom wou ik ook nog een zwart exemplaar. Omdat je dit makkelijk kan combineren bij elke outfit. En die zitten gewoon heel erg goed. Zo, dan waren dit alle ontvangen perspakketjes van de afgelopen maanden. Het zijn er behoorlijk wat. En ik wil alle bedrijven bedanken dat jullie met mij willen samenwerken. Ik vind dat echt heel erg leuk. En alle geschreven blogposts die al online staan, zal ik hieronder linken, zodat je dat eens kan bekijken. En over andere items schrijf ik binnenkort nog een blogpost, dus hou mijn blog zeker in de gaten. En ik zou het leuk vinden als je deze video abonneert en een like geeft. En dan zie ik jullie in een volgende video. Dag!